ons kunstkabelproject. Het is een prijsvraag geweest die we hebben gewonnen. En we hebben in het schooljaar en seizoen 2020-2021 ons project rondom Wijzer mogen uitvoeren. Nou, wij gaan proberen kinderen te prikkelen door meer naar theater te komen. En dat gaan we doen door middel van lessen. Dus we gaan ze in de wijk een beetje warm maken, activeren. Om te zorgen dat ze dan zelf een deel hopelijk van zichzelf ontdekken waarbij ze verder willen. Kunstkabel gaat heel erg over verbinden. Dus we zoeken de verbinding met scholen, scholeninstellingen, leerling, ouders en vooral ook het binnenschoolse en het buitenschoolse. Wij hebben verbinding gemaakt met 3 instellingen, Maas Theater en Dans, samen met Gutter Groove en met Michikoni Dance Company. Hoi, ik ben Joop Oonk en ik ben artistiek directeur van Stichting Michikoni. We zijn een inclusief dansgezelschap in Rotterdam-Zuid. Mijn naam is Francis Neslo, ik ben oprichter van dansscholenketen Gutter Groove in Rotterdam. En onze missie is eigenlijk om dansscholen te bouwen waar het nog niet is in Rotterdam. En dat zijn veelbehoevende wijken, dus zo ook Delfshaven. In deze meivakantie zijn we met 4 docenten aan de slag gegaan met de kindjes op de basisschoolleeftijd om samen te werken aan een creatief buitenspel- en dansproject. Kunstkabelproject bestaat uit 2 delen. We hebben een binnenschools deel gehad, het traject in het najaar van 2020. En nu in de meivakantie hebben we eigenlijk het tweede deel uitgevoerd. En dat is in de vrije tijd. Dus we proberen ook een verbinding te maken van school naar vrije tijd. Ik stond open voor deze samenwerking omdat ik het heel erg belangrijk vind dat we als partijen in Rotterdam samen gaan werken. Omdat het meer mensen bereikt en om ook elkaars kennis te delen daarin. Uw nagels zijn heel erg lang. Ze mogen wel eens geknipt worden en er kwam ook wel een lakje overheen. Een voorbeeld van wat ik heb geleerd in de samenwerking was dat je de bepaalde didactisch, want je zit al best wel lang in je eigen stijl, in je eigen ritme, je doet het al een aantal jaar op je eigen manier. En dan werkt het heel verversend om te zien hoe de ander net even de aandacht anders pakt dan jij. Het brengt weer een soort van frisse wind in je eigen lesgeven. Om te zien dat deze kinderen in de regen, je ziet het al aan mijn haar, dat ze er gewoon voor gaan. En het is voor ons een enorm voorrecht om deel uit te maken van de kunstkabel, omdat ook ik in aanraking gekomen ben met dans via een schoolproject.